nou toch zo in één keer bij het idee, ik pak een mes en steek iemand dood. Marcel, jij bent de afgelopen 2 dagen voor ons in Rosmalen geweest, waar de 22-jarige Jordi is neergestoken. Dramatische gebeurtenis. Wat is daar in hemelsnaam gebeurd in Rosmalen? Ja, vooropgesteld dat er nog heel veel onduidelijk is, weten we wel dat er zaterdagavond rond 9:30 een ernstig incident is geweest. Er was eerder op die avond een confrontatie tussen in ieder geval twee groepjes mensen, zou je kunnen zeggen. Het schijnt te gaan om al wat langer lopende feiten, waarbij ook pestgedrag zou zijn vertoond, al langere tijd. Daarbij is op een gegeven moment Jordi gebeld, Jordi Gruiters. De broer van het meisje dat daar zat, samen met zijn hoogzwangere vriendin. Ze was 32 weken zwanger. Hij hoorde dat het daar helemaal mis was gegaan, is vervolgens in zijn auto gestapt, naar het plein gescheurd, het horecaplein van Rosmalen. En ja, daar is het eigenlijk al vrij snel uit de hand gelopen, want hij probeerde een beetje tussen beiden te komen. Hè. Er zijn ongetwijfeld wat woorden gevallen, er is veel tumult geweest. En op een gegeven moment heeft een 17-jarig meisje uit Den Bosch heeft een mes gepakt, een vleesmes, en heeft hem in zijn hartstreek, dat is nu het verhaal, gestoken. Echt een klap voor Rosmalen. Jij komt ook net uit Rosmalen. Hoe is de stemming nu daar? Ja, wat je nu vooral merkt is het verdriet bij heel veel mensen en het ongeloof. Hè. Ik bedoel, mensen die kunnen zich niet voorstellen dat iemand in staat is om bij een ruzie een mes te pakken. Hè. En het zou gaan om een mes dat op tafel ligt of in ieder geval op dat terras ligt om ook biefstuk te kunnen snijden. Dus het zijn echt hele scherpe messen. Dat iemand in staat is om zo'n mes te pakken en dan gewoon toe te steken en dan dermate ernstig dat iemand daar kort daarna overlijdt. Ja, ik vind het vreselijk. Kom je nou toch zo in één keer bij het idee, ik pak een mes en steek iemand dood. Dat is toch niet normaal? Echt niet normaal. De dader is gepakt. De zus en de vriendin van Jordi hebben ook aangifte gedaan. Wat is het verhaal daarachter? Ja, klopt inderdaad. Het 17-jarige meisje uit Den Bosch, de verdachte dus, die zit vast. Maandag is er aangifte gedaan door het zusje van Jordi en ook de vriendin van Jordi. Dat heeft ermee te maken dat tijdens die eerdere ruzie schijnt er ook geslagen te zijn. Hè? De hoogzwangere vriendin die heeft onder andere een klap op haar neus gehad. Hè? Het bloedde hevig. Die neus is volgens de advocaat van de familie ook gebroken. Nou, dat was voor hen reden om naast het onderzoek dat al loopt om zelf ook aangifte te doen van mishandeling. Nou, en dat is maandag rond het middaguren gebeurd.